Kies voor lekker. Kies voor vers. Kies voor de warme bakker. Kies voor Bakkerij Maassen in Wanhooi. Wij zien u graag in onze winkel. Wethouder Ronnes, de laatste keer met de Tweede Kamerverkiezingen bent u eigenlijk net de Tweede Kamer misgelopen. Nu ziet het er toch naar uit dat het gaat gebeuren. Ja, vorige week bereikte mij in één keer het bericht dat het naar alle waarschijnlijkheid zo eruit ziet dat ik een plek zal kunnen innemen. Hoe is deze plek vrijgekomen? Nou, het betreft Sander Rauwe. Hij is voorgedragen als lijsttrekker van CDA Friesland. De ledenvergadering moet hem nog benoemen ook als lijsttrekker. Dus dat zit in oktober eraan te komen. En dan wordt het afhankelijk van het moment wanneer hij vertrekt, wanneer ik aan bod kom. En dat zou rond maart ergens moeten zijn. Zag u dit aankomen? Ik had er helemaal niet meer bij stilgestaan. Ik was vol energie bezig om de gemeente Boksmeer mee te besturen. En vorige week, of eigenlijk die week daarvoor, kreeg ik een telefoontje vanuit het landelijk CDA dat ik er erg rekening mee moest houden. Dat ik de vraag voorgelegd zou krijgen om naar Den Haag te gaan. Hoe was de eerste reactie? Nou, ik ben even gaan zitten. Maar nou ja, goed, verrast zoals ik al zei. En dan laat je even alles bezinken en dan ga je alles op een rij zetten. En dan zeg je toch van ja, op het moment dat het zover is, dat je beschikbaar bent. Wat zijn uw ambities in de Tweede Kamer? Ja, ambities natuurlijk ik ga daar in ieder geval namens het CDA zitten en om van het CDA echt die volkspartij weer te maken. De huidige fractie is daar heel goed mee op weg en ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen. En er zijn diverse zaken, met name ook voor het Brabantse, waarvan ik denk ja, waar wel eens meer aandacht voor kan zijn. Hè. Als je naar de hele infrastructuur kijkt, als je kijkt naar de economische motor die in Brabant erg actief is en als je dan toch ziet dat de belangen van Brabant wel eens ondergesneeuwd worden, ja, dat probeer ik toch mijn hart voor gaan te maken. Heeft u bepaalde verwachtingen? Verwachtingen, ik laat het in het begin even op me afkomen, want het is natuurlijk een hele andere wereld als een gemeente. En ja, daar zal ik in het begin zeker aan moeten wennen en daar zal ik mijn draaien moeten vinden. Hoe is er door de gemeente Boksmeer hierop gereageerd? De gemeente, nou ja, mensen reageren richting mij in ieder geval dat ze het erg jammer vinden dat ik wegga. Zoals het er nou uitziet natuurlijk. Het is nog allemaal niet zeker, maar na waarschijnlijkheid wel. Maar gunnen het me wel en zien ook wel dat het een hele mooie stap is om door te maken. Is er al bekend wie u op gaat volgen hier binnen de gemeente Boksmeer? Nee, dat is nog niet bekend. De huidige fractie beraadt daar zich over en zal TZT daar wel over gaan communiceren hoe dat men daar mee om wil gaan. Hoe verloopt zo'n procedure? Nou, het is met name dat mensen de fractie zal moeten bepalen of dat men kiest voor een interne procedure of een externe procedure. En op het moment dat men daarvoor gekozen heeft, worden mensen in staat gesteld om te solliciteren, om het in die termen te noemen. En dan zal de fractie daarin uiteindelijk een afweging moeten maken en iemand voor moeten dragen. En dan zal de gemeenteraad van Boksmeer zo iemand ook tot wethouder moeten benoemen. Hoe lang bent u zelf nu wethouder geweest binnen de gemeente Boksmeer? Als we uitgaan van maart is dat 5 jaar, vijf volle jaren. En hoe kijkt u hierop terug? Een geweldige periode. Echt veel kunnen doen. Ook wel toen we begonnen hadden we flink wat voor te kiezen. Want toen hadden we net de flinke bezuinigingen vanuit Den Haag op ons dak gekregen. Daar zijn we in geslaagd om dat goed neer te zetten. Boksmeer kent een stevige basis, maar Boksmeer kent ook nog heel veel uitdagingen als het gaat op het terrein van de economie, de verkoop van gronden, woningbouw, huurwoningen, agri-food sector die toch nodig versterkt zou moeten worden. Veel uitdagingen. Dan zijn er dadelijk dus 3 Tweede Kamerleden vanuit het land van Kuik. Is dat bijzonder? Ja, dat is wel bijzonder dat van zo'n regio dat er 3 mensen volksvertegenwoordiger zijn in het Haagse. Maar ik denk op zich best wel iets om als land van Kuik ook wel trots op te zijn. Succes. Dank je.